Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie leren hoe jullie werken met het online fotoprogramma PiSAP. Deze instructies horen bij de opdracht die jullie van mij hebben gekregen, namelijk PiSAP met Keith Haring. We gaan verder met stap 3. Kies uit de toegevoegde schilderijen in bijlagen, voorbeelden, één schilderij uit van Keith Haring die je gaat namaken met het fotobewerkingsprogramma PiSAP. We gaan er eerst eens naar kijken. Staan hier de voorbeelden. Dit zijn schilderijen die ik al heb uitgekozen. Mocht je toch een ander schilderij willen kiezen, dan mag dat. Maar stuur hem even door naar mij om te vragen of het oké is. Dus je kiest één van deze schilderijtjes uit om te gaan bewerken als fotoschilderij. We gaan eventjes terug naar boven, want voor mijn voorbeeld gaan we werken met dit schilderij. Wat je dan doet, is deze afbeelding opslaan bij Save as Picture. Voilà. En dan ga je hem opslaan in je map. Oké. Eens eventjes zien. Ik heb er genoeg zo te zien. Voilà. En je slaat hem op als JPEG, JPEG. Dat is het makkelijkste om daarmee te werken. Dus ik ga eventjes Keith Haring test. Noem ik hem. Jullie kunnen daar gewoon Keith Haring van maken natuurlijk. Voilà, die is al opgeslagen. Vervolgens ga je terug naar de opdracht. En deze instructies allemaal volgen. Dus dit is ongeveer het fotoschilderij dat wij gaan maken. Dan gaan we naar Google. En je toetst in Google PiSAP in. Niet pizza. Tenzij je honger hebt, dan is dat natuurlijk ook heel erg handig. Maar het is PiSAP. En dan kies je het eerste wat je hier ziet, online foto editor. Daar klik je op. Voilà. Nu zien mijn projectjes al staan. Maar bij jullie zal het leeg zijn, want het is het eerste wat je dan ziet. Wat belangrijk is, dat jullie eerst een account aanmaken en inloggen, zoals ik hier heb gedaan, zodat je makkelijk dingen kan bewaren. Nadat je een account hebt aangemaakt, gaan we kijken voor Edit Foto. Waarom? We gaan nu de foto terugzoeken die je hebt uitgekozen. Bij mij gaat dat deze zijn. Ja, maar ik ga hem eventjes terug opladen waar jullie hem ook kunnen hebben opgeslagen. Dus we gaan bij Edit Foto en dan naar Computer. En dan ga je naar de map waar je daar straks je foto hebt opgeslagen. Dus bij mij was dat hier, Corona, 1BB en Keith Haring Test was die van mij. Voilà. Deze heb je nu al klaarstaan, want dit is het schilderij wat je gaat namaken met foto's. Zo zie je ook welke bewegingen je gaat moeten namaken. Want we gaan foto's maken, nu, van dezelfde poppetjes, diezelfde posities. En die gaan we er dan in plakken. Wat nu belangrijk is, is dat je dan je camera nu pakt en gaat proberen om deze poppetjes één voor één na te maken. Ik heb dat ook gedaan met mijn zoontjes. Ik ga jullie even laten zien hoe dat eruit ziet. Voilà. Zo, dit is een voorbeeld van het eerste poppetje. Jullie zagen dat hij met zijn arm omhoog stond en deze arm zo opzij. Beentje zo omhoog. Voilà. Jullie kan er natuurlijk voor het andere schilderij een andere positie zijn die je moet innemen. Ga wel voor een zo licht mogelijke muur staan, zodat het makkelijker is om het strakjes uit te knippen. Dus als we kijken naar dit, hebben we nu dit rode poppetje, heeft mijn zoontje nagemaakt. Dat is deze. Dus dan kijken naar het volgende poppetje.
Dit is dan het derde. Dit ben ik. Ook een poppetje. Dit is het tweede. En het laatste poppetje. Dus ik heb allemaal foto's van mij en mijn zoontjes gemaakt. Die heb ik alvast klaargezet. Terug in die ene map waar je die andere foto ook hebt opgeslagen. Als je de foto's hebt gemaakt, dan laat je dit eventjes staan. Ja? En dan ga je naar dit symbooltje. Hier links. Dat is een groen bolletje. En je ziet daar een poppetje, net of die naar de kapper is gegaan. Maar als je daarop klikt, dan kun je zien de cut-out tool. Ja? Hoe gaan we daarmee werken? Dan druk je op Next. En je kiest voor Custom. De andere shapes, maar wij gaan proberen om het poppetje helemaal te volgen. Dan weer op Next. En select de foto to cut out. En we gaan dat zien natuurlijk op de computer waar we die hebben opgeslagen. Ik kies nu de foto van mijn zoontje. Dan doe je Next, want ze zeggen haal alvast een groot gedeelte weg er rond, zodat je heel gemakkelijk dat kan selecteren. Dat doe je door middel van Crop. Dat kennen jullie vast wel van jullie gewone foto's op jullie gsm. Jullie zien dat ik die balkjes, die kleine witte balkjes, beweeg tot aan zijn handjes, tot aan zijn voetjes. En als het dan goed is, doe je Apply hier links. Klik je op Next. Voilà. En nu staat er dat je de puntjes moet klikken rond heel de vorm die je wilt uitknippen. Dus dat gaan we eens doen. Kijk, hier begin ik bij zijn voetje. Ja, ik klik, klik en je gaat heel de vorm rond. En maak je een foutje, dat is helemaal niet erg, want je kan dat zo meteen nog corrigeren. En hoe vaker je klikt, hoe ronder je kan werken eigenlijk. Want kijk, als ik nu een hele lijn doe, ja, wordt dat terecht. Maar je ziet dat hier de armen rondloopt. Dus ik moet wat kleinere stukjes gaan klikken. Zo, en dan rond zijn hoofdje moet ik echt heel klein gaan klikken. Een oortje. Hier heb ik een klein foutje gemaakt, zie ik, maar dat is niet erg. Bij Keith Haring zijn poppetjes. Zijn die handjes ook niet gedetailleerd, dus je ziet de vingers niet. Dus ga ik nu ook voor kiezen om dat niet te doen. Rond de knie. Voetje. En ik doe dat dus. Ik klik. Ik ga met mijn muis. Versleep ik het. En ik klik met de linker muisknop. En zo ga je eigenlijk heel de afbeelding rond. Zijn er bijna. Kijk, als die dan rood is, dan weet je dat je hem hebt. Dan verspringt het ineens. Niet schrikken. Je drukt gewoon op Next. Want er staat, nu ga je kijken. Je ziet al die kleine vierkantjes hier rond. Dat zijn alle klikjes die je hebt gedaan. En als je dan nog iets wilt veranderen, bijvoorbeeld ik wil deze nog iets meer naar links. Zo. Dan verschuif je. Dus je gaat erop staan en je verschuift het. Laat erop staan en je verschuift het. En zo ga je kijken van oké, waar moet ik het nog wat beter doen. Als je tevreden bent, dan zeg je van ja, zo is hij goed. En hierboven nog een beetje. Zo. Voilà. Dan druk je op finish. En dan gaat hij in je fotoschilderij al gezet worden. Let op, dit is gewoon het voorbeeld. We gaan kijken. Ja, oké, dat was voor dit poppetje. Maar hij is wat te groot. Dus wat je dan kan doen, is deze dingen verslepen om dat wat te verkleinen. En je kan zelfs hier met dat groene randje, kun je hem een beetje schuin zetten als je wilt.
Of zelfs als je een afbeelding hebt dat je op de kop moet staan, dan gaat dat ook daarmee. Voilà, ik ga hem nu eventjes hierop zetten. Dus waarom zetten we hem nu op dit schilderij? Omdat we dan de positie wat beter kunnen bepalen voor op je echte fotoschilderij. Zo. Jullie zien dat ik hier niet helemaal netjes heb gewerkt. Maar dat is niet zo erg. En zo ga je dat voor alle poppetjes doen. Ja? Dus nu zou je weer terug cut-out moeten doen. Dan het volgende poppetje. Je volgende personages. Misschien ben je dat zelf of een van je huisgenoten. Ja? Betrek ze er maar bij. Je mama, je papa, je broer, je zus. Of iemand uit je bubbel. Hè, in deze coronatijd. Dat mag allemaal. En dan kun je die hier allemaal eventjes opzetten. Dat is gewoon om eventjes te zien hoe ver we moeten gaan, hoe we ze moeten zetten. Als je dat allemaal hebt gedaan, ik heb dat al gedaan, dus ik kan al verder gaan, dan open je nog een document van PietSap. PietSap. Ik zeg al PietSap, maar dat is niet goed, hè? Het is PietSap. PietSap, voilà. Waarom doe ik dat? Omdat ik fijn vind om die anderen er nog naast te hebben staan. Ja? Wat je dan doet, is je creëert eerst een nieuw blank canvas. Zie dat als een nieuw schildersdoek. Je kiest de vorm. We gaan nu voor landscape. Daar lijkt er het meest op, een rechthoekige vorm. En je kiest hier links background color. Je kan dan hier verschuiven. En je zegt, oké, ik heb geel nodig. En dan kies je hier het kleurtje. En dan druk je op oké. Dat is al goed voor de achtergrond, hè? Wat we dan ook moeten doen, is natuurlijk, hier zat nog wat groen. Kijk maar eens naar onze andere. Hier zat groen met stipjes. Dus dat gaan we er ook namaken. Dat doe je met paint. Je zorgt dat je de borstel wat groter maakt. En natuurlijk de kleur. We hebben groen nodig. Voilà. Oké. En dan kun je hem groen maken. En hier de onderkant inkleuren. Zo. Wat groen gras. Dat doe je ook weer gewoon door met je muis daar langs te gaan. Maar kijk, zo heb ik niet de linkerknop ingedrukt. Zo wel. Probeer het maar eens uit. We hebben ook nog zwart nodig. Deze. Voilà. En dan hebben we een kleinere brush nodig. Dan gaan we hier. Ik druk. Oh, dat is een foutje. Dat is niet erg. Je kan het omdoen. Dat doet hij wel moeilijk. Dan ga je er langs. Net zoals Keith Haring met zijn lijnen, zijn zwarte lijnen. Alles vormgeeft. En er stonden stippeltjes in. Ik heb nu hier een stippeltje. En als ik dan klik en loslaat, klik, klik, klik. Zo maak ik stipjes. Dus voor de lijn hou je het ingedrukt. Voor de stipjes klik je gewoon. Als onze achtergrond af is, gaan wij hier dus onze poppetjes in plaatsen. Hoe gaan we dat doen? We gaan hier terug bij Add Picture. En dan gaan we kiezen niet voor computer, maar voor Your Cutouts. Want we hebben al onze poppetjes al helemaal uitgeknipt. Hier kun je ze dan zien staan. Allemaal in volgorde. Ongeveer dan. En dan pakken we het poppetje waar we daar straks hebben uitgesneden. En je gaat zien dat dat redelijk wat te groot is. Dus we gaan hem, niet te klein, ietsje kleiner maken en verplaatsen op de plaats waar hij moet staan. Zo. Ik kan hem ook een beetje nog laten draaien. Zo, dan is het nog meer alsof hij danst. En een beetje opzij. Voilà, dat is de eerste. Dan ga je naar de volgende.
Weer terug naar Add Picture. Terug naar Your Cutouts. Pakken de volgende die we hebben bewerkt. Voilà. Die is een beetje in de lucht gesprongen. Een beetje groter. Zo. Dan weer de volgende. En zo ga je steeds verder. Kijken, dat is deze. Totdat je alle figuurtjes erin hebt staan. En zo, nu staan ze er allemaal in, zoals jullie zien. Dus ik heb die allemaal via Add Picture eraan toegevoegd en ze een beetje op hun plaats gezet. Je weet al een beetje hoe ze moesten staan door te kijken naar het volgende. Wat missen we nog? Juist ja, de streepjes. Weten jullie nog hoe je die maakt? Dezelfde manier als dat we de zwarte lijnen hier hebben gedaan en de zwarte stipjes. Dus je kijkt goed van waar moeten ze precies komen. Je kan het stapje voor stapje doen. En je gaat dat doen bij Paint. Kleur is zwart. Kiezen we. Oké. De kwast moet iets dunner zijn. Dan kijk je even of het uitkomt. Die vind ik iets te dik. Dus als je niet tevreden bent, doe je op undo. Dan kun je hem nog ietsje dunner maken. Zo, dat zal beter zijn. En als we zagen, dan moeten we er hier ergens 3 van die streepjes trekken. Dus dan doen we 1, 2, en dan vind je 3. Het hoeft niet exact gelijk te zijn. En zo gaan we heel de afbeelding langs om te kijken wat we moeten doen. En zo heb ik alle lijntjes toegevoegd. En die lijntjes die staan dus voor beweging. Dus dat geeft de illusie dat de poppetjes aan het bewegen zijn. En als we dan vergelijken met het originele schilderij, gaan we weer eventjes naar deze kijken. Dit is het origineel. We gaan dat van ons gaan we erbij zetten. Dus als het helemaal af is, als je helemaal tevreden bent, druk je op Save. Je geeft het bestand een naam. Kiet Herring fotoschilderij bijvoorbeeld. Zet dan nog een 2 achter, want ik had er al eentje gemaakt. Je kunt enkel voor standaard kiezen. De rest daar moet je voor betalen. En JPG is perfect. Save to computer. Nu zit het in je downloads, staat er. Ja, je kan het ook nog op Facebook en zo plaatsen. Pinterest. Maar hij zit dus nu in de downloads. We gaan die eens even zoeken. En dat doen we als door middel van terug te gaan naar ons bestandje. Dit was dus het bestandje met al die schilderijen. We hadden er deze van uitgekozen. Zorg dat hij niet geselecteerd staat. Dus eventjes eronder kijken. En dan Insert Pictures. This device. Bij mij staat alles in het Engels. Misschien bij jullie in het Nederlands. En dan stond het in onze downloads. Kijk. En als ik dan daarop klik, dan staat hij daarin. En zo hebben we heel goed de vergelijking van deze daarboven als die daaronder. En zo is het fotoschilderij af. Wat je dan doet, is deze die je niet hebt gekozen, die wis je. Gaan ze allemaal eventjes weghalen. Je mag er natuurlijk ook meerdere maken, hè? Ik hou jullie niet tegen. Als je het leuk vindt, oefen wat, probeer het uit. Of ander soort schilderijen, helemaal leuk. Zo, en dan deze nog. Ik doe dat met cut, haal ik die allemaal weg. Dan is het voor mij ook duidelijk welke je hebt nagemaakt. Dan gaan we eventjes deze helemaal bovenin zetten.
Zo. Voilà. En dan zorg je dat de andere weggehaald zijn, dat je maar één blad over hebt. Kijken of dat werkt. Ja. Voilà, één blad over. En dan sla je dit document op. Heel belangrijk. Save as. Je terug bij die kwijtraking, maar je slaat dat op onder je naam. Dus voor mij is dat Melissa Stegen. Foto, schilderij. Zo weet ik van wie het komt. Zo, en jullie gaan dit dus ook nog opslaan in de uploadzone. Vergeet niet, na afloop van heel deze opdracht, ook je zelfreflectie in te vullen. Dit was PISAP met Keith Haring. We gaan er misschien nog eens een ander soort opdracht voor maken de laatste week. Dus oefen wat, zodat je dat goed kan. En je gaat dit zeker en vast nog vaker kunnen gebruiken. Heel veel plezier met de opdracht. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie resultaten.